Jongens, wat hebben we een lekker weer getroffen. We gaan vissen in A5. Want daar gaan we steur vangen. En we gaan vissen in F2. Dus de forellenvijver zien. Gaan een paar forelletjes vangen. Daar gaan we mee beginnen. En C. We gaan in C gaan we kijken of we de meerval kunnen vangen. We gaan naar de Catfish Creek. Catfish Creek. Nou... Dan gaan we een stekje zoeken bij de avonturenvijver. Leuk van die... Ja, avonturenvijver, daar kan je dus van alles wat vangen. Nee, dat is links. Ja? Ja, tussen die twee bomen in, daar zitten hele grote vissen. Die doen? Deze bedoel je? Nee, die daarachter, daar hebben we ze veel gevangen. Oh. Ik ga wel aan deze kant. Ik heb hier wat obstakels. Beetje klaarzetten. Zo, regelmatig wat vis erbij. We hebben forel zat. Oh ja. Ja, Olly heeft een vis. Op zijn eigen hengel. En goed. Leuk. Misschien moet je slip ietsje strakker, of niet? Maar hij gaat naar de andere kant van de vijver. Met zure haring had je hem toch? Grote vis, jongens. Waar is mijn dobber? Mijn dobber is weg. Mijn dobber is weg. Zit hij vast? Ah, als je vast hebt, moet je hem zo meteen even wat lijn geven. Ja, ik heb hem ook liever bij me, de vis. Je staat op je zure haring. Dan hebben we soms tegen pletterzure haring. Hey, maar die zure haring die werkt wel best. Ik heb er forel bij gegooid, ik heb nog geen beet. De overburen hebben ook beet. Mooie vis. Ik denk dat we ruim 20 minuten verder zijn. En Olly's vis is vrij. Dat is fijn. Het duurt wel weer een beetje op. We gaan lekker vlot. Mooie vis. Net eindjes. Met wat voor aas heb je hem gevangen? Wormen. Gewoon met wormen. Ik ga er ook maar naar een pion. Hey, meneer, hoe gaat het nu met uw arm? Ja, is hij al een beetje lam? Ja. Weet je dit nou? Ja, ik denk al dat hij zo'n half uur bezig is. Oh nee, los. Oh. Ja, hij zat waarschijnlijk dan toch al vast dan. Oh. Olly, ben je al toe aan een diepte interview? Ja, graag. Wat gaat er nou door u heen? Ja. Wat voor emoties voel je nu? Ik vind het jammer. Jammer, hè? Ja. Jezus, dat was echt een reus, man. Maar ja, je weet nu in ieder geval hoe je ze moet vangen. En met die zure haring gaat het dus wel. Mag ik kijken hoe je hem erin doet? Nee! Ik ben ook een sukkel, ik sta in de... Een groot stuk. Zo door het velletje heen, anders valt hij er meteen af. Ja, groot stuk en dan vang je de grote vis. Mooi, jongens. Kleintje vang je niet maar. Die hebben weer beet. Oh, de kleine. Wow. Ik heb ook kleine, joh. Ah! Wow. Gaaf. Dat is een springertje, hoor. Kom maar. Nee. Ik kreeg even bezoek. Wel een gaaf gezicht. Ik wil mijn hans even gedag zeggen. Ja. Oh! Moet je om, vriend? Willen jullie wat anders drinken? Nee, ik wil maar even, dankjewel. Oké. Okay. Ja, Olly heeft een steur. Misschien kan je ook vragen of hoe dat komt dat we geen bier zien op de app. Ja, oh. Top. Ja, ik denk dat kinderen niet kunnen bestellen. Oh, ja.
Hey, maar dan gaat het, nu gaat het los. Nu gaat het gebeuren. Net als hij echt gewoon... Huh? Als je hem hebt, kom ik weer naar je toe. Gooi je ook even uit. Ja. Kijk jongens, de steur waar we op hoopten. Hé? Mooie vis. Hij heeft allemaal een soort van tekening op zijn kop, zie je dat? Gaaf man. Hey, nou toch nog een beloning. Ja. Waar die ene misser heb. Nou, is dit een gave vis. Nou, zet je hem terug? Ja. Leuk man. Eén kijker die had een tip gegeven. Die zegt, neem bevroren frikandel mee. En doe dat dan aan de haak, direct aan de haak. Nou, het is een beetje ad hoc dat we hier naartoe zijn gereden. Mooi weer, vakantie. Dus ik ben helemaal niet meer in de supermarkt geweest. Vind ik wel jammer. Ik had het wel graag willen proberen. Maar ik heb nog wel smack bij me. Dus als de worm ook niet lukt, dan gaan we nog even over op de smack. Nou, forel stukjes, dat schijnt wel te werken, maar dat werkt hier niet. Misschien is dat beter geschikt voor de meerval en niet zozeer voor de steur. Of de stukjes waren te groot. Ik weet het niet, het werkte niet. Weer een mooie steur op de worm. Dat zie je. Toch wel grappig dat met die forel ging het niet zo goed. Met die smek wel. Ja, ik heb echt wel een paar keer misgeslagen omdat ik niet op mijn dobbertje zat te letten. Maar met die forel had ik gewoon geen aanbeet. En nu komen de aanbeten. Buur overigens, die vangen meer dan ik. En die vissen met wurmen en hebben nu dauwpieren besteld. Nou, ik heb wat wurmen mee. Kan ik zo meteen ook aanhouden, maar die wil ik eigenlijk bewaren voor de meerval. Dat is even een steurvang. En een hamburger eten, want die zijn hier echt wel heel lekker. Olly heeft weer beet, maar zo kom ik natuurlijk nooit aan mijn hamburger toe. Ja. Olly heeft een serieus lange drill. Want ik heb al zowat mijn hamburger op en de vis is nog niet aan de kant hoor. Oh, ook weer zo'n mooie diamantsteur. Reus. Hé, hey, het gaat nu los hè? Zie je wel? Even geduld hebben, komt vanzelf goed. Wat? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Oh. Nee. Oh, is dit zo'n dag? Nee, die andere, die vangen af van hem. Maar die vissen met een grote haak. Misschien ook erbij. Oh, Olly dacht dat hij vast zat, maar het is een vis. Die Olly die heeft gewoon weer beentje op. Hij heeft wel geluk aan zijn staart hangen vandaag. Hij heeft een speciale manneke pis houding met zijn hengel. Oké, Olly, moet je hem eerst bij de staart pakken, heb ik net geleerd? Ja, weet ik. Hey, weer een vis, Olly. Je hebt veel beet, man. Ja. Kijk, en dan kan je moet hem boven het netje kan je hem optillen. En dan zou ik inderdaad met één hand die staart vasthouden. Kijk, hier. Ja, precies. En dan... Ah. Hou hem boven het matje, alsjeblieft. Ah, zo. Gaaf. Doe je hem zo ook in het water? Een beetje water door skiw halen voordat je staartje loslaat? Ja, die wil wel. Hé, hey, stompie. Goed man. Ja. Niet mijn dag. Nee. Ah, jongens. Ja, eindelijk. Iedere keer als ik ben afgeleid, ik was nu aan het bestellen, dan zit er ineens een vis aan. Oh,
eindelijk. Netje daar. Want zij hebben hem nu al gebruikt. En zou je, ja, zou je voor mij het bestje willen halen? Ja. Even kijken. Hij komt. Ja. Ja, omhoog staan. Jij moet gaan staan dan. Ja. Ja. Ga naar voren. Ja, en... Oké. Okay. Ja. Hij is lang. Ja, hij is lang. Oh, we hebben het bestje al. Sorry, ik dacht dat hij ver weg stond. Wauw, dat is zo lang. Zo. Oh. Dit is goed is. Yes. Hey. Leuk man. Gave vis. Ja, top. Oké, jongens. Deze mag weer zwemmen. Wat is erbij? Oeh. Meteen. Dat is een goed teken. Ja. Ja, gelukkig. Niek heeft er ook één. Ja, dat is gewoon een leuke vijver. Nou, hebben we allemaal een vis. Ja, oké, ga maar omhoog. Wacht dan. We hebben hier een lijf aan beet misschien, jongens. Pop, ja, lijf aan beet. Een doublet. Dankjewel, jongens. Oké, okay, loop maar door. Nee, we doen die andere. Deze is voor hem. Oh ja, anders hebben ze het. Zo. Oh, die vis. Zo. Oké, boven matje houden alsjeblieft. Boven matje houden alsjeblieft. Ah, gaaf man. Nou, laten we hem zwemmen. Dat is mooi. Oh, Nick heeft er weer een. Dat gaat lekker. Ja, tuk. Ah, ja. Oké, ik heb er ook één. Hé, dat heeft even geduurd. Oh, dat is ook een mooie. Olly, heb je van mij een net alsjeblieft? Oh. Ik zeg het wel, maar als het goed is, is er nog een tweede net. Ja. Ja, goed zo. Goed zo, Olly. Dankjewel, man. Oh, hij is helemaal niet zo heel lang, hè? Nee, ik had hem echt veel groter dan. Ja. Oké, Olly. Komt-ie. Nou. Wat mooi, hè? Hij is wel sterk. Zeker. Hij is niet heel lang, hè? Super blij mee. Hij moet meteen weg. Hey, we hebben vandaag forel gevangen. We hebben steur gevangen. De jongens hebben flink steur gevangen. Vooral Olly. Olly was de topper van de dag. En nu gaan we kijken of we meerval kunnen vangen. Nick, jij wil graag de meerval, hè? Ja. Gaan we regelen. Kijk, dat is de vijver links van dit gebouw. Daar gaan wij aan de slag.